Stichting Joden Savannah heeft voor het eerst een vrijwilligersproject georganiseerd om het publiek archeologische kennis bij te brengen, maar ook om hen te leren hoe belangrijk behoud van erfgoed is. Journalist Richelle Maknak bracht vandaag een bezoek aan Joden Savannah en maakt voor u het volgend verslag. 12 vrijwilligers nemen sinds maandag 4 september deel aan dit vrijwilligersproject. We praten met Sushmita Ganesh, zij is de projectcoördinator van dit vrijwilligersproject. En ze vertelt ons meer waarom dit project is georganiseerd en wat men allemaal kan doen. Het doel van dit programma is om ingezetenen tussen 15 en 35 jaar de archeologische skills, de juiste methoden en technieken die nodig zijn, die vereist zijn voor een opgraving aan te leren. Maar ook hoe zij, als ze artefacten vinden die ergens liggen, hoe zij die moeten registreren en dat ze het niet zomaar moeten oppakken. Ook leren ze de onderhouds- en conserveringswerkzaamheden, want naast een archeologische opgraving is het belangrijk dat je funderingen, maar in dit geval op Joden Savannah, ook de begraafplaatsen moet onderhouden. Dus al die skills wordt aan de deelnemers hier aangeleerd in 6 dagen. Ganesh zegt dat Stichting Joden Savannah dit project heeft georganiseerd om mensen bewust te maken van hun erfgoed. Het project is ook bedoeld om de deelnemers aan te leren dat erfgoedsites in Suriname, waaronder Joden Savannah, beschermd, onderhouden, geconserveerd en gepromoot moeten worden. Ganesh brengt in herinnering dat Joden Savannah genomineerd is voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Vandaar het belang om de Surinaamse gemeenschap kennis te laten maken met Joden Savannah en deze erfgoedsite te beschermen. Ganesh, die vanaf 2016 een sommerschool op Joden Savannah bijwoonde, is door het proces gemotiveerd geraakt haar onderzoeken naar een hoger niveau te tillen. In 2020 zijn we dus begonnen met de opgraving van een van de features die staat op Joden Savannah. Dat is dan feature 1, Huis de Mesa. Die kunnen jullie zien achter mij. Daar zijn de vrijwilligers of de deelnemers ook ingesteld voor het uitvoeren van archeologische activiteiten. En de opgraving van feature 1, Huis de Mesa, is een van de eerste grote projecten hier op Joden Savannah geweest, waarbij we een fundering hebben blootgelegd, we hebben artefacten verzameld. En het doel van die archeologische opgraving was dus om de architecturele en de bewoningsgeschiedenis van de fundering en van de familie die daar heeft gewoond vast te leggen, maar ook om nog een toeristische attractie te creëren en ook om bij te dragen aan de nominatie van Joden Savannah op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Joden Savannah herbergt een rijke geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Suriname. Aan het vrijwilligersproject hebben onder andere nazaten van Joden Savannah deelgenomen, die zeer enthousiast waren om achter een deel van hun familiegeschiedenis te komen. Meer over mijn familie bloedlijn leren, waar ze eigenlijk waren, waar ze begraven, waar ze woonden, wat ze aten, alles. Het voelt heel goed aan om te weten wat er al die tijd is gebeurd. Weet je, want eigenlijk al een hele tijd vroeg ik me af van waar ben ik, van weet je, wie. Want je kan alleen misschien even ver gaan als je oma en daarna weet je niets meer. Maar het is echt heel leuk om te weten van waar het is begonnen en tot deze tijd nu hier. Brengt dit voldoening voor jullie? Het heeft heel veel voldoening voor mij gebracht, ja. Deze jonge nazaten van Joden Savannah zijn vastberaden om verder onderzoek te doen naar hun familiegeschiedenis. Naast de nazaten hebben ook andere jongeren uit nieuwsgierigheid voor archeologie deelgenomen aan dit project. Well, ik heb besloten om mee te doen omdat ik was altijd geïnteresseerd in archeologie en mijn moeder followde Joden Savannah op Facebook. Dus toen ze het zag, heeft ze me gelijk erin getagd en zo. En dan heb ik me gelijk opgegeven voor dit project. En hoe vind je het tot nu toe? Het is heel spannend, heel leerrijk en het is gewoon heel leuk om te leren hoe je artefacten kan herkennen en categoriseren en al dat soort dingen. En ik vroeg me ook altijd af van hoe dat proces eigenlijk eruit ziet. Dus om het zelf te doen is echt een hele nieuwe en spannende ervaring, ja. Tot nu toe vind ik het heel erg interessant. Ik heb heel veel nieuwe dingen geleerd, want ik wist eerst bijvoorbeeld niet dat er een oude Joodse begraafplaats was voor deze.
Dus ik heb heel wat nieuwe dingen geleerd. Ik heb bijgeleerd hoe het archeologisch proces er eigenlijk uitziet en niet als in die films. het was ook fijn om mezelf aan te werken, te leren hoe je dingen categoriseert en gewoon zien hoe de professionele mensen echt te werk gaan. Deze 12 vrijwilligers gaan tot zaterdag door met meer kennis opdoen over de geschiedenis van Joden Savanne, maar ook om meer te weten over wat archeologie allemaal inhoudt. Als het aan Stichting Joden Savanne ligt, nemen ze de feedback van dit jaar mee om een betere versie van dit project volgend jaar weer te organiseren. Ik ben Richelle Maknak met cameravrouw Shayana Dino voor ATV.